Wat mensen, welkom weer terug bij een nieuwe FIFA 14 carrière modus op mijn kanaal. Mijn naam is Dylan en we gaan beginnen met een nieuwe carrière in FIFA 15. Ik speel op professional, ik speel bij Go Ahead Eagles. Hier zie je me kort een mannetje maken in FIFA 15, oftewel Rotzog, oftewel Dylan is, daar noemen ze mij in deze game. En ik speel dus voor Go Ahead Eagles uit Deventer. Ik heb zin om deze club te spelen, want het is een club die niet eigenlijk al te goed is in de Eredivisie. Ik wilde wel graag in Nederland beginnen. Mijn mannetje is nog heel erg slecht. Hier zie je hem aangemaakt worden. Dylanista. En ja, volgens mij ben ik nu 76 is mijn mannetje als je begint in FIFA 15. En ik ben niet al te snel. Fucking langzaam. En we gaan kijken of ik, ja, dit team Go Ahead Eagles kampioen ga maken. Ik ga het proberen. Ik neem een kijkje naar de doelstellingen van dit seizoen. Ik moet 7 keer scoren voor de Go Ahead Eagles. 5 assists veroorzaken. Zorgen voor een cijfer van 6 of hoger. En 10% moet ik op doel geschoten hebben. Mwah, moet lukken. En natuurlijk ga ik het seizoen niet beginnen met lelijke kiksen. Ja, oké, ze zijn nog steeds heel erg lelijk. Maar ik heb natuurlijk kiksen gekocht die echt flitsend zijn. Roze met oranje. Laten we gaan beginnen met de allereerste wedstrijd van dit seizoen. Let's go. Ik begin in de basis van Go Ahead Eagles tegen Red Bull Leipzig. En dan gaan kijken of ik het ga doen. Of ik ga winnen. We zijn er helemaal klaar voor. Mijn allereerste wedstrijd van het seizoen gaat beginnen. Het is de voorbereidingsronde inderdaad tegen Red Bull Leipzig. En ik ga hopen dat ik een super vette carrière voor jullie ga neerzetten. We gaan beginnen. De eerste kans van de wedstrijd is natuurlijk voor de Go Ahead Eagles. In de 17e minuut pak ik de bal af. Krijg je het geluk mee. Je geeft mee hem overgehoord. Over een soort kietkaart op doel. En die mist helaas naast het doel. Jammer. Tweede kans van de wedstrijd is voor de tegenstanders dan. Dan gaat Red Bull Leipzig er vandoor. En daar heb je hem dan, de spits Paulsen. En een hele goede redding van Cummins. De Go Ahead Eagles werden gedomineerd door de tegenstander Red Bull Leipzig. Want daar is namelijk weer Paulsen die er langs gaat. Speelt het laatste mannetje uit. En schiet keihard langs het doel. En die gaat er dus niet in. 0-0 nog steeds. Maar dan is het tijd eindelijk voor ons. De Go Ahead Eagles. Dylan is daar met een prachtige schijnbeweging. Een krachtige knal op doel. Maar die gaat tegen de verdediger aan. En die gaat uit voor een corner. De corner wordt genomen. Komt uit bij Dylan Nista. Keepertje. En helaas nog steeds geen doelpunt voor de Go Ahead Eagles. Maar dan is de corner weer daar. Weer met Dylan Nista. Krijgt hem niet mee. Uiteindelijk hier de bal op Lamboy. Lamboy gaat er mee op Dylan Nista. Het eerste schot. En het is een doelpunt. Het allereerste doelpunt van Dylan Nista. In zijn professionele carrière in FIFA 15 voor de Go Ahead Eagles. Een rustig balletje op hem. En ja. Gewoon rustig een krulletje op de keeper chain. Rechts in het onderhoekje. En het is 1-0 voor de Go Ahead Eagles. Nou, dan gaat Rijmerink weer mee. En Dylan Nista, de Nista volgende kans. Knalt kaart op doel. En heel goed gedaan door de keeper. Helaas geen doelpunt. Het blijft 1-0. En dat gaf me de kracht om door te gaan voor het volgende doelpunt. Hier een prachtige bal. Dylan Nista, maar die staat buiten spel. Je zal in deze carrière veel meemaken. Veel zien dat ik veel buiten spel loop. Maar je ziet hier in ieder geval de 1-0 overwinning voor de Go Ahead Eagles. Dylan Nista aan 9,5. Een goede eerste wedstrijd. Was de allereerste wedstrijd in zijn professionele carrière. De tweede wedstrijd helaas werd ik op de bank gezet. Want ik ben nog steeds een new boy. En we verliezen met 4-1. Maar dan ja. Eigenlijk vind ik dat wel fijn. Want nu mag ik weer in de baas staan tegen Gornik. En ik mag bewijzen dat ik gewoon een fucking goede speler ben. En ik ga het bewijzen het hele seizoen lang dat ik de beste speler ben van de wereld. En we laten meteen zien dat wij dominant gaan zijn deze wedstrijd. Hier een prachtige bal van Duits op de zijkant. Helaas wordt hij uitgeschoten door de verdediger. En we krijgen een inworp. De inworp wordt verschenkt om aan de zijkant weer bij de bol. De bol komt mee op Dylan Nista. Wordt hem eruit gehaald. En we krijgen hier een penalty voor de Go Ahead Eagles. Hartstikke goed gedaan. Een gele kaart voor de tegenstander. En dan mag Duits. Duits zegt aan. Duits gaat schieten. En die schiet hem meters over. Nee. Dan laat je licht in schijnen op deze ongelooflijk goede speler. Gaan Dylan Nista gaat er 1-2 aan met de bom. De bom met een prachtige bal. En de volley in één keer via het paaltje binnen. Wat bal doelpunt. Het doelpunt van Dylan Nista. De nummer 13 van de Go Ahead Eagles. Maakt in de 12e minuut zijn tweede doelpunt ooit in zijn professionele carrière. Een prachtig balletje. De volley binnenkant de paal. Beter kan je niet inschieten. De keeper kan alleen maar kijken wat er gebeurt. En daar gaat hij dan. Het staat 1-0 voor de Go Ahead Eagles. Prachtig doelpunt van Dylan Nista. Maar we zijn nog niet klaar. De Go Ahead Eagles ruikt meer. Ze willen meer doelpunten scoren. Hier over voor een prachtig balletje op Dylan Nista. Hier een mooie laatste man wegkap. En een derde schot. En weer een doelpunt maakt. Het is ongelooflijk. Hij maakt gewoon de tweede doelpunt. Deze wedstrijd in de 26 minuten. Een prachtig goaltje. Hij komt er mooi langs. En ja hoor, in deze FIFA. FIFA 15 werkt de cutback. Werkt perfect. Kap en draaien werkt weer 2-0. Maar Go Ahead Eagles zijn nog niet klaar. Hier prachtig balletje op Dylan Nista op Rijmerink. Rijmerink gaat er weer mee aan de zijkant op Lamboy. Die prachtig die de bal geeft. Op Dylan Nista 1-1 met de keeper. En hij mist hem. Helaas. Goed gekiept. Maar helaas, daarna de volgende kans weer. Dylan Nista komt er langs. Keihard kanaal. En de verdediger ertussen. Maar dan in de 50 minuten komt de volgende voorzet. Die komt niet aan. Wordt weggekomen door de verdediger. Maar dan Lamboy gaat er mee op Dylan Nista. Dylan Nista gaat natuurlijk kappen en draaien. Hij geeft kans. Schotkans. En natuurlijk een doelpunt. Go, 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 go. De derde doelpunt van Dylan Nista deze wedstrijd. Zijn derde doelpunt. Ongelooflijk. Lekker gedaan. Go Ahead Eagles 3-0 voor tegen Gornik Zabze. En helaas nog geen, ja, gewoon geen betere wedstrijd. Kan je niet voorstellen. Hier namelijk weer een kans. En helaas de keeper met een goede redding. Dylan Nista gaat niet voor zijn vierde doelpunt. Maar hij doet zijn best. Hij is zo erg op zoek. Je ziet hier dat ik een speler uitkap. Spelen wegdraai. En natuurlijk weer gaan kappen en draaien. En een keiharde knal. En weer die keeper. Helaas geen vierde doelpunt.
Helaas. We gaan naar de volgende kans hier weer. Dylan is echt de bal. En het is tegen een professional. Dus ik heb heel veel tijd en ruimte. Ze zetten geen druk op mij. Dus ik zoek gewoon een gaatje om van mijn doelpunt te scoren. Uiteindelijk vind ik hier een paasje. Gaat het 1-2'tje aan met Lewis. Prachtig balletje op Dylan. En die gaat weer scoren. No, wat een kans. En uiteindelijk in de 90e minuut de laatste kans. Vriends pakt hem goed af. Krijgt hem uiteindelijk niet weg, maar Amadeur wel. En daar is het dan. Het eindsignaal. De allereerste episode van FIFA 15 carrière mode zit erop. Een hat-trick voor Dylanista. En de volgende keer kunnen we beginnen in de Eredivisie. En we gaan kijken hoe het gaat met Dylanista in zijn carrière als profvoetballer in FIFA 15. Mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het een leuke video vonden, zorg ervoor dat we 500 duimpjes omhoog krijgen. En 9,6 als allereerste wedstrijd. Als allereerste gewoon goed gedaan voor Dylanista. En ik zie jullie graag in episode nummer 2. Later.